Nader. Vijf meter. Duimpjes omhoog. Brit, wat heb jij een prachtige versiering op je been. Ja, dank je. Ik heb het een beetje gecombineerd. Het ziet er heel mooi uit. Wat dat betreft al 10 punten voor jou natuurlijk. Vorige week, toen werd je eigenlijk naar huis gestuurd. Daar was het publiek het niet helemaal mee eens, maar wat vond je er zelf van? Nou, ik vond het ook niet eerlijk, omdat ik dacht van... Ja, weet je, mijn sprong ging heel perfect. En de sprong die Nathalie deed, die doet mij vaak in de warming-up. Maar ja, stel ik zou er nu uitgaan... Dan zou ik het wel terecht vinden als ik al die goede mensen zie. Ik wil nog even één keer zeggen, ik heb zoveel respect voor hun, hoe ze dat doen. Nou, dat snap ik. Dat is heel mooi dat je dat zegt. En hoe blij ben je dan dat je met die wildcard toch weer hier op die 5 meter staat? Nou, ik ben echt ontzettend blij, want ik had eerst afscheid genomen van mijn tas en van mijn badpak. En nu heb ik het weer terug mogen pakken en dan geniet je extra veel. Alleen ik heb wel, die wildcard kreeg ik pas later, dus ik heb veel minder kunnen trainen. Dus dat is wel balen, maar... Goed, jouw kennende komt dat helemaal goed. Nu horen we je natuurlijk heel veel over Koen praten in het filmpje, maar je hebt eigenlijk een heel leuk vriendje, toch? Ja, ik heb verkering. Ja, je hebt verkering. Met Max. Met Max, ja. En wat heeft hij tegen je gezegd de afgelopen dagen? Hij zegt, je moet het gewoon goed doen. Want ik kwam heel vaak wel eens huilend thuis, dat ik dacht, ja, het lukt weer niet. Maar hij zei, doe het gewoon. Ah, wat lief van hem. Wat ga je voor ons doen? Ik ga een voorwaartse... Een voorwaartse standsprong maken, maar ik ga hem doen vanaf dat ik hang aan de toren. En dat is toch gewoon een dingetje om te komen hangen. Nou, dat lijkt mij heel leuk om te zien. Ik wens jou heel veel succes. Zet hem op. Dankjewel. Ik ben te zenuwachtig. Heb je niet bezeerd? Britje. Wat een slechte sprong. Nee, oh schat. Ik vond het heel knap. Wat was dat? Dit hoort, het is niet, heb je niet net opgelopen toch hier, hè? Zo'n bloedwond. Oh, dat is gewoon een draperietje. Ja. Wat vond je er zelf van, schat? Het ging wel goed, maar ik viel keihard om. Ik had eerder los moeten laten. Maar wat wij ons allen afvragen, en ik denk de jury ook... was het de bedoeling dat je rechtsprong of dat je ook nog het water inging? Nee. Ik wilde hangen en dan met de standsprong erin. Ja, maar het was een pettibratje, dus ja, daar ben ik ook wel trots op. Want het is cool. Helemaal goed, schat. Ja, Lisa, wat vond je van deze show? Nou, Britt, ik ben in ieder geval voor je humor al heel blij dat je de wildcard hebt gewonnen. En wat is er gebeurd? Je hebt onwijs hoogtevrees en je gaat op de kop aan de 5 meter hangen. Ja. Ja, dat is heel eng, want je ziet de toren eronder en je denkt... De toren, daar ga ik nu opvallen. Ja. Ja, super goed gedaan. Heel knap. Oh, dank je. Inge, wat vond jij van deze bijzondere sprong? Ja, de sprong was natuurlijk niet helemaal wat je verwacht had. Nee. Maar wat ik echt wil zeggen, ik word heel erg blij van jouw aanstekelijke enthousiasme. En ik denk heel de zaal hier en het publiek en de mensen thuis. En dat maakt mij ook heel blij. Het had natuurlijk wel show. Ja. Maar het was natuurlijk niet perfect. Ik denk dat je anders had verwacht. Ik had anders gehoopt, maar ja... Maar schatje, nou weet ik het nog niet. Wil je nou nog duiken of wil je gewoon recht in het water? Nou, dan weet je dat het goed mis als jij niet meer weet wat ik wilde doen. Ik wilde eigenlijk gewoon recht. Ja, nee, dat is ook zo, maar je wilde gewoon recht. Hé, dan weet ik wat. Ik kan daar niet van slapen, schat. Want dan denk ik, ja, hoe moeten we er nou helpen? Want dan is het of erin, of eruit, of hangen. Het was heel bijzonder. Het hangen is gelukt en daar ben ik in ieder geval wel trots. En zo is het nog eens een keer. We gaan naar de punten. Ja hoor. Nee, Britje, je hebt het goed gedaan, schat. Inge, je punten graag. Ik geef Brit
lieve Britt, een 6,5. Oh, nou, dat is niet eens slecht. Nee. Lisa. Van mij krijg je een 7. Yes! Wat heerlijk dat mensen nog zo spontaan kunnen zijn met een 7. De laatste wil ik niet horen. Ik wil alvast weggaan. Waarom? Ja. Als er eentje iets weet over entertainment, is Maurice Wijnen het wel. Nou, hoor. En entertainment was het. Het was een ongebruikelijke sprong die niet helemaal goed afliep. Maar het was wel een originele sprong. Dus ik geef jou gewoon een 6,5. Oh, nou. Ja, en alle punten zijn natuurlijk vergeven waar, waar jij staat. Nu even kijken, Britt, bij de ranking. En ik denk dat dat nog niet... Nou, op een 7e plek, maar er kan nog van alles gebeuren. Daarom. Dames en heren, gunt u Britt een plaats in de finale volgende week? Bel dan gewoon met 0909-1359. Of sms Britt naar 4600. Doen hoor, want uw stem telt. En die van jou natuurlijk ook, dat gaan we doen. Dankjewel, Britt. Yes! Ha ha ha!